Maar we beginnen hier in Bergen, in Noord-Holland. Waar 2 jaar geleden een van de meest geruchtmakende verdwijningszaken ooit plaatsvond. Van het ene op het andere moment leken een jonge moeder en haar dochtertje, Marion en Romy van Buren, van de aardbodem te zijn verdwenen. Alles wijst erop dat de crimineel Okan O, de vader van Romy, de hand heeft gehad in de dubbele verdwijning. Maar hij is, zonder iets los te laten, een jaar geleden overleden en in zijn vaderland Turkije begraven. Heeft Okan zijn geheim misschien gedeeld met mensen uit zijn directe omgeving? Dat is de vraag waar ook de Alkmaarse recherche nog dagelijks mee worstelt. Vanavond ziet u het verslag van onze speurtocht naar het onopgeloste mysterie van de verdwijning van Marion en Romy. En de mensen die daar mogelijk bij betrokken zijn. En deze tocht leidt langs de schemerige wereld van vrouwenhandelaars en prostitutie in Groningen en Leeuwarden. Mijn naam is Peter de Vries en ik ben op zoek naar Miranda. En onze speurtocht eindigt hier in de dunbevolkte, moeilijk bereikbare binnenlanden van Oost-Turkije. Waar nog steeds een venijnige burgeroorlog woedt. Het is deze plek, hoog in de bergen, waar het verschrikkelijke geheim van Marion en Romy waarschijnlijk letterlijk begraven ligt. Het verdwijningsmysterie begon hier in deze bovenwoning in Bergen. Op 8 juni 1997 zijn diverse buren getuigen van een slaande ruzie tussen Marion en Okan. Rond 7 uur 's avonds zien diezelfde buren hoe Okan met Marion en Romy naar buiten loopt. Met z'n drieën stappen ze in zijn auto en rijden weg. Marion en Romy zijn nooit meer gezien. Het enige dat Okan tegen de recherche zegt is dat hij ze in deze auto op het station in Alkmaar heeft afgezet. Maar dat gelooft niemand. En in plaats van zich druk te maken over de verdwijning, begeeft Okan zich in de maanden die volgen steeds verder op het criminele pad. Hij belandt uiteindelijk na een bankoverval definitief in de gevangenis, waar hij een jaar later sterft aan kanker. Okan wordt zonder dat hij iets heeft losgelaten over wat er met Marion en Romy is gebeurd, in zijn geboortedorp in Turkije begraven. De recherche in Alkmaar vestigt haar hoop vanaf dat moment op Okans vriendenkring. Uit een deel van het dossier dat in ons bezit kwam, komt bovendien pijnlijk duidelijk naar voren wie Okan werkelijk was. Een pooier die ervoor zorgde dat vele meisjes verliefd op hem werden om ze daarna stuk voor stuk te exploiteren. Marion was voor hem hoogstwaarschijnlijk ook niet meer dan zo'n meisje. Maar zij stribbelde tegen en raakte bovendien onbedoeld zwanger van Okan. Nu kon ze dus zeker niet de hoer voor hem zijn die hij wilde. De ruzies liepen daardoor steeds hoger op en Okan mishandelde haar op beestachtige wijze. Hij heeft haar tenminste 2 maal een gebroken arm en een gebroken kaak geslagen. En uiteindelijk, zo vermoedt de politie althans, ruimde hij haar en mogelijk ook een kind uit de weg. Inmiddels heeft de politie in Nederland talloze zoekacties gehouden, zoals hier langs de afsluitdijk, maar er is nooit iets gevonden. Dat Okan tot heel veel in staat was, blijkt wel uit de indrukwekkende lijst met misdrijven die in de politiecomputer achter zijn naam staat. Hij opereerde onder de bijnamen Rambo, Ibo en Cobra en stond te boek als vuurwapen gevaarlijk. De lange lijst misdrijven begon al in 1992, toen Okan nog maar net 19 jaar was en zijn eerste mishandeling pleegde. In de jaren die volgden werden de misdrijven alleen maar ernstiger. Hij wordt dan in verband gebracht met drugs, wapens en explosieven. De laatste keer dat Okan in het gevangen kwam was medio 1998, toen hij bij Den Helder een gewelddadige bankoverval pleegde en werd aangeklaagd wegens poging tot moord. Okan kwam niet meer uit de gevangenis. Hij stierf daar aan kanker. Om te onderzoeken waartoe Okan verder in staat was en wat zijn criminele vrienden mogelijk allemaal weten,
namen de periode waarin Marion en Romy spoorloos zijn verdwenen, juni 1997, nader onder de loep. En uit deze processen verbaal van de Groninger, Leeuwarder en Alkmaar de recherche blijkt dat Okan in die periode erg actief was in het Noord-Nederlandse drugs- en prostitutiecircuit. Het leven van een vrouw heeft voor Okan heel weinig waarde. En hij en zijn vrienden deinzen werkelijk nergens voor terug. Uit deze officiële rechercheinformatie die in ons bezit kwam, komt het volgende beeld van Okan en zijn vrienden naar voren. Okan en zijn vrienden Chico en Benny, twee pooiers uit Noord-Nederland, zijn op roverspad. Ze hebben hun zinnen gezet op een 50-jarige koffieshop-eigenaar. Na sluitingstijd zoeken ze hem thuis op. Het drietal bedreigt hem met een pistool en de man wordt met een knuppel geslagen. Maar dan hoort een van hen buiten de politie aankomen. Ze gaan er zonder buit vandoor. Okan en twee vrienden, zeer waarschijnlijk weer de pooiers Chico en Benny, slaan toe in Utrecht. Ze zijn gemaskerd en overmeesteren daar 's morgens alle vroegte bij zijn voordeur de eigenaar van een Amsterdamse koffieshop. De man wordt in de handboeien geslagen en moet zijn portemonnee afgeven. Het is een maand voordat Marion en Romy verdwijnen als Okan een 16-jarig meisje ontvoert vanuit deze discotheek in Bergen. Het meisje verklaart: ineens zag ik Okan voor mij staan. Ik was doodsbang. Midden op de dansvloer in de disco gaf Okan mij een klap. Okan zei heel relaxed: je gaat met mij mee. Okan wil het minderjarige meisje als hoer voor hem laten werken. Hij dwingt haar mee naar buiten, waar volgens de verklaringen de collega-pooiers Chico en Benny in een donkere BMW staan te wachten. Inleveren die tas. Ze moet haar portemonnee, haar adressenboekje, haar mobiele telefoon en de toegangscode daarvan afgeven. Het meisje wordt vervolgens meegenomen naar Friesland, waar Okan uitstapt en aan zijn twee maten de opdracht geeft haar onder te brengen in een pand in een buitenwijk in Groningen. Chico en Benny voeren Okans bevel uit en sluiten haar gehoorzaam op in een bovenkamer. Daar moet ze wachten tot ze kan gaan werken als prostituee. Maar het slachtoffer weet korte tijd later via een raam op de derde etage langs de regenpijp te ontsnappen. Het is de dag na de verdwijning. Uit onze informatie blijkt dat Okan dan weer in Marions huisje in Bergen zit. Hij is er nu met een vriend, Ali. Okan gebruikt deze woning al langer als criminele ontmoetingsplaats. Op een gegeven moment gaat de bel. De bel gaat, ja. Het is Paco, een Turkse jongen met een opvallend blond plukje in zijn haar. Paco komt om geld. Het zou geld zijn voor een lucratieve drugsdeal. Okan en zijn vriend moeten volgens de afspraak ieder 20.000 gulden lappen. Maar alleen Ali heeft zijn deel bij zich en geeft dat aan de man met het lokje. Okan daarentegen gaat in plaats van ook te betalen naar buiten en rijdt weg. Als hij dan uren later weer terugkomt, heeft hij tot Ali's stomme verbazing nog steeds geen geld. Dat was de afspraak. Paco verdwijnt zodoende met maar 20 mil. Okan praat er niet meer over en Paco wordt nooit meer gezien. Maar was dit geld dan wel bestemd voor drugs? Of was het een verzinsel van Okan om Paco op deze wijze zijn bloedgeld te betalen een dag na de verdwijning? De Alkmaarse recherche is nog steeds op zoek naar deze Paco met zijn blonde lokje. Het is een maand na de verdwijning. Okan is weer eens op pad met zijn vrienden Benny en Chico. Ze hebben het met nog wat handlangers weer voorzien op een koffieshop-eigenaar.
Dit slachtoffer komt uit Leeuwarden. De man wordt in de Mercedes van Benny op het parkeerterrein van de gevangenis de Blokhuispoort met de dood bedreigd. De mannen eisen 24.000 gulden of overname van zijn coffeeshop. De doodsbange uitbater belt uiteindelijk met de mobiele telefoon van een van de daders naar zijn huurbaas om het contract te wijzigen. Pas daarna wordt hij vrijgelaten. Doe hem op iemand anders naam. De zaken met de coffeeshop-eigenaar zijn toch niet naar wens verlopen. Samen met Chico en een neef trekt Okan er midden in de nacht met een shotgun op uit. Ze schieten de ruiten van zijn zaak aan diggelen. En botvieren hun frustraties ook op verkeersborden. Nou, Corrie, dat is wel een beangstigend milieu waarin je dochter terecht is gekomen. Die Okan, dat was toch ook niet bepaald de prins op het witte paard waar jij en je man misschien op gehoopt hadden, hè? Nou, dat is waar, ja. Achteraf wat we allemaal te horen hebben gekregen, dat heb je vooraf natuurlijk nooit kunnen inschatten. Dat hebben we ook nooit geweten. Nooit vermoedens gehad dat het allemaal niet klopte? Nou, soms. Soms wel, ja. Hoe gedroeg Okan zich dan als hij hier bij jullie thuis kwam? Nou, ik kan me nog heel goed de eerste keer herinneren dat hij hier zo kwam. Het was echt een verlegen jongen. En was heel keurig en beleefd. En nou, dat stond ons althans wel aan. Hij deed echt netjes. Hij heeft hier ook gegeten. En hij was echt een aardige jongen. Maar ja, dat veranderde? Dat veranderde heel snel. Hij ontpopte zich op een gegeven moment toch als een vreselijke jongen eigenlijk. Heel erg brutaal. En heeft ons uitgescholden voor alles en nog wat. Ja, toen op een gegeven moment toen zeiden we, nou weten we wel wat voor vlees we in de kuip hebben. Het was niet goed. Uit het politiedossier blijkt verder dat Okan en zijn criminele vrienden in een vast kringetje circuleerden van pooiers en hoeren in Alkmaar, Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Den Haag en Amsterdam. We besloten daarom zelf, gewapend met de verborgen camera, de schemerige wereld van de prostitutie en vrouwenhandel van Leeuwarden en Groningen in te duiken. Een raam zijn we gewerkt. Hoi, hallo. Mag ik je even wat vragen? Mijn naam is Peter de Vries. En ik ben op zoek naar Mirella. Ken je die? Wie? Mirella. Noemde zich ook wel Nikita. Nee? Maar Mirella is weg. En het meisje dat er nu zit zegt haar absoluut niet te kennen. Dit is dus het milieu waar Okan zich vrijwel dagelijks ophield in de periode van de verdwijning van Marion en Romy. Een aantal betrokken criminelen en hoertjes uit deze rosse buurten is daarom door de politie verhoord over wat zij weten. Uit die processen verbaal van de recherche komen enkele schokkende bevindingen naar voren. Een van de onderwereldfiguren heeft met Benny, de compaan van Okan, gepraat over de verdwijning. Hij zegt: hierop heeft Benny mij verteld dat de organisatie van Okan deze zaak opgelost zou hebben. Dit zou nimmer weer tevoorschijn komen. Hij maakte me duidelijk dat als wij niet zeggen, de politie er ook niet achter kan komen hoe het een en ander gebeurd is. Er wordt onder meer verwezen naar een kameraad van Okan uit Parijs die al 15 liquidaties op zijn naam zou hebben. Verderop verklaart een Tsjechische prostituee die zelf door Benny uit haar vaderland is gehaald en nu hier werkt, dat zij heeft gehoord dat het 100% zeker is dat Marion dood is en dat haar kind in Turkije zit. De aanwijzingen dat pooier Benny meer weet stapelen zich verder op. Tijdens een verhoor van weer een andere onderwereldfiguur stelt de politie de volgende vraag: jij hebt ons al eerder verteld van Benny gehoord te hebben dat Okan zijn vriendin Marion van Buren vermoord heeft. Dit zou volgens jou zeggen gebeurd zijn tijdens een ruzie tussen die twee. De verdachte ontkent vervolgens dit ooit te hebben gezegd. En zo gaat het steeds. De angst bij de criminelen uit Okans omgeving is blijkens de processen verbaal diep geworteld. En dat is niet zo vreemd. Okan voerde namelijk een meedogenloos schrikbewind. Zo heeft hij een aantal maal zijn mannelijke tegenstanders op zeer onorthodoxe wijze vernederd, dus op de afsluitdijk te verkrachten. En vanwege dat soort extreme daden zijn mogelijke getuigen afgeschrikt.
Steeds verklaren criminelen en prostituees over elkaar dat de ander weet wat er met Marion en Romy is gebeurd. Maar als de betrokkenen dan zelf worden verhoord, zijn ze te bang om ook maar iets te bevestigen. We legden ook de hand op huisadressen van enkele van deze onderwereldfiguren. Ook Kans vriend Benny, met wie hij onder meer een maand voor de verdwijning het 16-jarige meisje zou hebben ontvoerd, blijkt een 27-jarige Groninger. Maar Benny is niet thuis en we zoeken verder in de wijk. Deze Benny wordt in de dossierstukken verdacht van onder meer vuurwapengeweld, prostitutie, afpersing en het illegaal naar Nederland halen van tenminste twee Tsjechische hoertjes. Ook zeggen getuigen dat hij van Okan weet wat er met Marion en Romy is gebeurd. We komen terecht bij vrienden van Benny. Die weten zijn telefoonnummer. Benny wordt gebeld en Peter krijgt hem aan de lijn. Hallo, met Peter de Vries. Met Benny. Ja, hoi. Hey, wij zijn hier in de stad en ik zou graag eventjes met jou willen spreken. Is dat mogelijk? Na een poosje meldt Benny zich. Hij draagt het zwart-wit gestreepte shirt. Eenmaal binnen haast hij zich direct te melden dat hij ook al maar oppervlakkig kent. Ik ken jongen alleen maar, ik ken mijn leeuw en ik ken hem gewoon in de koffieshop. Ik denk wel eens een keer met hem op straat, maar verder niet, joh. Heb je hem toen nooit gevraagd, joh, wat is dat toch allemaal? Waarom niet? Ja, maar hij heeft tegen ons, heeft hij toen gezegd hoe dat gegaan was op zijn manier. Kijk, voor de rest, wat moet ik hem verder als hij dat zo zegt, ja. Maar wat zei hij dan? Hij wist hij dat er iemand anders erachter zat. Dat zijn we gewoon voor de gek aan. Maar wie? En ik had ook niet zo'n goed contact met hem, dat ik... Ja, er zijn er wel andere jongens, denk ik. Oh, je was wel tamelijk dik met hem. Ja, we gingen wel op stap, hoor. Ik heb veel lol met die jongen gehad. Maar hoe komt het dan dat toch mensen zeggen van... Benny, die hebben er wel eens wat over horen zeggen, of ja, die weten meer van? Ja, maar met de naam, die mensen dat zeggen. Want ik weet voor mezelf, ik ben geen achterlijke hond, ik weet met wie ik praat, met wie niet. En over zoekeling heb ik nog nooit iemand gepraat. Dus jij zegt, er zijn een aantal mensen. Dan moet je me vertellen wie die mensen zijn. Nou, het zijn prostituees. Ja, maar kijk, je weet zelf dat dat een van de labielste soorten mensen zijn. Ja. Nou ja, goed, maar daar maar. Om interessant te zoeken. Steeds weer blijkt hoe moeilijk en ingewikkeld het recherchewerk moet zijn geweest. De hoofdpersonen zelf ontkennen stevast alles en over Marion en Romy weten ze plotseling helemaal niets meer. Ons spoor leidt naar een Drents dorpje. Hier wonen twee Tsjechische prostituees die door Benny naar Nederland zijn gehaald. Bettina en Angelica. Zij hebben ervaring met Okan als pooier en hebben tegen de recherche verklaard dat Marion zeker dood is en dat Romy in Turkije verblijft. Hallo, goedemiddag. Mijn naam is Peter de Vries. Ben jij Betty? Ja. Zouden we even binnen mogen komen? Ja? Hoe weten ze die dingen zo zeker? Wij hebben uit het politiedossier begrepen dat met name jij toch wel iets meer weet. Dat je er wel wat meer over hebt gehoord. Dat is ook wat jij bij de politie hebt verklaard eigenlijk, hè? Als je zo denkt, dan ja, ik kan ook zeggen, ja, Marion is misschien dood. Maar als je zo kijkt naar Okan, of Okan, als je hem kent, dan die twee zijn volgens mij al dood, volgens mij. Voor Okan is het gewoon, of ga je aan die werk, of schoppen jou, of weet je wat. Ja? Net als, ja, hij heeft geen respect voor vrouwen. Hij denkt, vrouwen zijn honden of zo. De dames weten zeker dat Benny het geheim kent. Hij klapte namelijk één keer uit de school. Benny is van de week. Ja. Toen nog één keer, toen was hij nog met Angelica samen, Benny. Nee. Ja, toen was hij nog met Angelica samen, Benny. Was die hier zo'n... was zo'n vraagje over deze zaakje. En begint hij voor één keer lachen. Ja. Zij is al tof. Zo voor één keer, maar niet lachen. Denk jij dat het meisje nog leeft, Romy? Die kleine, ik denk dat zij leeft nog. Ja, waar? Ja. Misschien in Turkije, zo kan wel voor Turkische bij de familie daar. Toch komt er wel steeds meer uit de verhalen naar voren dat Romy mogelijk in Turkije zou zitten. Dat wordt niet echt als wetenschap gepresenteerd, maar vaak als halve vermoedens of we hebben iets gehoord. Ja, dat Turkije. Is ook zo. Ja, dat hoor ik zelf ook heel veel en politie ook.
krijgt ook tips, veel tips nog binnen. Ook onder andere heel veel dat ze zeggen, ze zitten in Turkije. Ja, het Okan heeft daar natuurlijk nog behoorlijk wat familie ook wel. Ja, 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 zeker. Ja, ik heb zelf ook mijn vermoedens, gaan ook die richting op. Als Romy inderdaad nog leeft, dan is ze in 2 jaar sterk veranderd. Ze was 1 toen ze verdween. De Alkmaars Recherche heeft daarom in Amerika een computerberekening laten maken van hoe ze er nu uit zou kunnen zien. En dat is zo. De geruchten over Turkije doen al lang de ronde. Maar nooit is iemand erheen geweest om ze te onderzoeken. We gaan daarom met Corrie naar Turkije. De plek waar Okan en dus het geheim hoogstwaarschijnlijk letterlijk begraven ligt. En de plek waar we nog mensen kunnen spreken die misschien iets weten. We vliegen eerst via Istanbul naar de hoofdstad Ankara. En met een tweede binnenlandse vlucht gaan we de volgende dag door naar de stad Erzincan in het noordoosten van het onmetelijke land. Deze stad ligt ver buiten het gebied waar de toeristen komen. Toch is het nog steeds niet een plek waar we een spoor van Marion en Romy zullen aantreffen. Maar we komen al wel aardig in de buurt. Nou Corrie, we zijn nu 1,5 dag aan het reizen. We zitten midden in Turkije. We zijn bijna op de plaats van bestemming. Hey jongens, daar zijn we voor. Ja, het is heel spannend. Een heel raar gevoel heb ik in mijn lijf eigenlijk. Ja. Ja. Heel andere sfeer hier, hè? Ja, heel anders. Heel anders, ja. Als je nou zo aan het reizen bent en je vliegt door al die onbevolkte gebieden heen, dan ga je eigenlijk pas goed bekijken, vind ik, waarom het tot nu toe zo moeizaam is geweest om hier informatie los te halen. Nou, zeker. Dat moet je eigenlijk zelf eerst meemaken, hè? Wil je dat begrijpen? Ja, je denkt eigenlijk van, nou ja, je belt als politiepost gewoon eens hier naartoe om te vragen of ze wat weten. Of ze misschien Romy of Marion gezien hebben. Maar als je hier rondloopt, begrijp je eigenlijk dat dat niet zo werkt, hè? Nee hoor, nee, zo gemakkelijk gaat het niet. Vanaf hier zijn er geen luchtverbindingen meer en moeten we morgen verder over de weg naar ons volgende reisdoel. Tunceli, de hoofdstad van de provincie waar ook onze familie vandaan komt. We nemen onze intrek in het enige redelijke hotel van de stad en huren alvast een busje. We bereiden ons voor op de volgende dag. Maar als we 's avonds de plannen voor de komende dag met hulp van onze tolk voorleggen aan onze chauffeur, doet een levensgroot probleem op. De stad Tunceli, waar we dus heen moeten, ligt midden in een gemilitariseerde zone. Daar voert het Koerdische verzet al decennia lang strijd vanuit de bergen. En bij die strijd zijn al 30.000 mensen omgekomen. Hij zegt dat het gebied Tunceli zozeer afgeschermd is dat iedereen die niet in zijn identiteitsbewijs heeft staan dat hij woonachtig is in Tunceli, in feite beschouwd wordt als een soort een buitenlander die toestemming moet krijgen om dat gebied te betreden. En waarom is dat dan? Het komt erop neer dat het Turkse leger, dat er nu de dienst uitmaakt, ons waarschijnlijk niet door zal laten, omdat het gevaar te groot is dat ook wij onderweg vanuit de bergen worden beschoten. En dat zou negatieve publiciteit opleveren voor de Turkse staat. Peter legt het probleem op de hotelkamer aan Corrie uit. We moeten naar Maskir. Kijk, we komen van bovenaf, moeten we hier naar deze plaats Tunceli. Ja. En we moeten dus daar die brug over, van de Eufraat. Maar dat is PKK-gebied en dat is gevaarlijk. Een tijdje geleden zijn hier mensen vermoord, overvallen en ontvoerd. En de autoriteiten die zeggen, wij nemen niet de verantwoordelijkheid om buitenlanders dat gebied in te laten gaan. En ze willen ons dus niet toelaten. Althans, zo ziet het er nu naar uit. Met een angstig voorgevoel gaan we de volgende morgen toch op pad. Het is ongeveer 30 kilometer naar de brug over de rivier de Eufraat. Daarachter woedt de burgeroorlog en maken het leger en de opstandige Koerden de dienst uit. En ons eerste doel, de stad Tunceli, ligt 130 kilometer voorbij die brug.
We moeten dus dwars door het gevaarlijke gebied heen. Daar ligt de bewuste brug over de Eufraat. Vanaf hier zijn we overgeleverd aan het Turkse leger. Er is een soort checkpoint. We moeten direct uitstappen en onze paspoorten laten zien. Dat het Menes is, bewijzen de beelden die we noodgedwongen buiten medeweten van onze Turkse filmploeg met een verborgen camera maakten. Goed uitgeruste militairen rijden af en aan en vanuit een tank houdt men ons scherp in de gaten. Met zwaar materieel wordt hier een verborgen strijd gevoerd. Aanvankelijk lijkt de commandant onvermurbaar. De risico's zijn te groot dat we onderweg worden beschoten door Koerden. Maar onze tolk en onze cameraman doen hun uiterste best. En uiteindelijk is er een bijzondere oplossing. Oh, kijk, er rijdt een escorte achter ons, jongens. We krijgen militaire begeleiding van twee jeeps tot de volgende controlepost, een kilometer of 40 verderop. Het plan is dat we daar een paar uur wachten om dan hopelijk weer onder begeleiding van een andere legerescorte verder te kunnen. We komen heeluits aan bij de tweede controlepost. Dit is het hart van het oorlogsgebied. Hier is het gevaar het grootst. Het lukt. Na een paar uur mogen we dan inderdaad door. Nu blijkt wel hoe reëel het gevaar is. Met niet minder dan twee tanks achter en één voor gaat het verder. In hun geschutskoepels turen de soldaten langs mitrailleurlopen naar de bergen, waarvanuit de talloze spelonken de afgelopen jaren zoveel voorbijgangers werden neergeschoten. Het zag er vanmorgen lange tijd naar uit dat de militaire autoriteiten ons onverbiddelijk de toegang tot dit gebied zouden weigeren. Maar heel veel praten, veel uitleg, de aanwezigheid van Corrie van Buren, maar vooral ook het tonen van deze speciaal door ons meegebrachte foto, met daarin een Turkse toelichting over de zaak waarvoor wij hier zijn, zorgde ervoor dat er een unieke uitzondering werd gemaakt. En dat leidde ertoe dat we nu toch onderweg zijn naar Tunceli, zowel voor en achter begeleid door een militair konvooi van panzervoertuigen. Ook voor Corrie zijn het angstige momenten. Maar tegen het einde van de middag naderen we zonder kleerscheuren onze laatste controlepost aan de rand van de stad Tunceli. We hebben 10 uur gedaan over een afstand van 130 kilometer. De militairen laten ons na de zoveelste paspoortcontrole uiteindelijk door. En we nemen onze intrek in het enige hotel van de stad, Hotel de Mier. Een nulsterren accommodatie, van waaruit we de komende dagen ons onderzoek in de omgeving zullen verrichten. En we moeten naar Masgiert. Dat is het geboorteplaatsje van Okan. Tunceli is een stadje met een kleine 25.000 inwoners dat dicht bij het dorpje ligt waar Okan vandaan komt. Het heet hier een provinciehoofdstad te zijn, maar dat valt eigenlijk nergens uit op te maken. De meeste wegen zijn niet eens verhard. Er heerst een beklemmende sfeer in de straten. En er zijn erg veel soldaten op de been. Op iedere 3 burgers, zo vertrouwt men ons toe, loopt hier een politieagent rond. En dat maakt het werk er voor ons allemaal niet gemakkelijker op, want wij zullen wel helemaal in de gaten worden gehouden. En met die gedachte vallen we in slaap. De volgende dag. Peter, Corrie en onze tolk moeten zich melden bij de plaatselijke politiecommissaris. We mogen er binnen niet filmen. Onze verbazing is groot. Hij verklaarde zojuist glashard nog nooit van de hele zaak gehoord te hebben. Hij kent Marion en Romy niet en ook de naam van Okan en zijn familie zegt hem niets. Dat terwijl de Nederlandse recherche hier wel degelijk om nadere informatie heeft gezocht. Maar kennelijk
was het hele verdwijningsmysterie voor deze commissaris te onbenullig om te onthouden. De hoofdcommissaris wil van alles wat we doen een schriftelijke verklaring hebben. En daarvoor moeten weer vergunningen worden aangevraagd die eindeloos tussen allerlei instanties heen en weer worden gefaxt. En dat vreet natuurlijk tijd. Aan het eind, als alles in orde is, geeft hij ons 2 agenten mee. Naar ze zeggen, als gids. En dit is zo'n agent. Vanaf nu worden ook wij scherp in de gaten gehouden. Deze verborgen beelden zijn weer gemaakt buiten medeweten van onze cameraploeg, die steeds meer op de hand van de politie lijkt te zijn. Een extra lastige factor in het toch al zo ondoorzichtige politiek gevoelige klimaat waarin we ons begeven. Dit is nummer 2. De 2 veiligheidsmensen schaduwen ons continu. Ze schuiven zelfs aan als we 's avonds gaan eten en wijken pas van onze zijde als we naar ons bed gaan. Daar is het. We gaan daar naartoe. Oké, ik blijf even in beeld staan met die man. Goed. 'S Morgens om 7 uur staan ze ons dan alweer voor het hotel op te wachten. Maar we zetten toch onze zoektocht voort. En het lukt ons achter een paar adressen te komen van familie van Okan. In deze wijk van Tunceli, genaamd Atatürk, woont een oom van Okan. We gaan erop af. We moeten zo ook even aan die kinderen en zo vragen, hè, of ze die foto herkennen. Ja. Die liggen niet. Okans nichtje doet open. En wanneer komen haar vader of moeder thuis? De moeder zit hiernaast, die komt er direct aan. Kent zij dit kindje? Heeft ze dat wel eens gezien? Sen bu bebeği tanıyor musun? Hiç gördün mü? Hiç görmedim. Hiç görmedim. Niet? Wat zegt ze? Nooit. Bu kızı tanıyor musun? Hiç görmedim. Terwijl we op Okan's oom en tante wachten, verzamelen zich kinderen uit de flat om ons heen. We pakken snel de foto's. Maar Romy lijkt niet op een van hen en de kinderen herkennen Marion en Romy ook niet. Ook ons oom en tante nodigen ons uit. Hij weet van de vermissing en is daarvoor ook door de plaatselijke politie verhoord. Maar hij zegt dat ze hier niet zijn. We vragen hem via onze tolk waar hij denkt dat ze dan wel zijn. Als zij zich in Turkije en zeker als zij zich in Tunceli had bevonden, zou hij dat 100% zeker geweten hebben. Hier naast mij zit de moeder van Marion en de oma van Romy. Zou hij tegen haar kunnen zeggen dat hij er werkelijk niks van weet? Yani ben de en az onun kadar acı çekiyorum bu konuda. En azından yani bir yeğenimin bir şey yani çocuğu. Wil u laten weten dat hij zich op zijn minst net zo verdrietig voelt hierover als u en ziet haar ook als zijn nichtje en hoopt haar ook levend terug te kunnen zien. Ik heb het ook wel aan die kinderen en die zeiden ook van nooit gezien, kinderen liggen niet. We zijn teleurgesteld, maar hebben wel de overtuiging gekregen dat Okan's oom en tante oprecht zijn en het echt niet weten. Omdat Tunceli de enige stad in de wijde omgeving is en omdat er dus kennelijk familie van Okan woont, besluiten we er op straat onze foto's uit te delen van Romy met de Turkse oproep erbij. De bevolking is zeer geïnteresseerd en we merken dat het verhaal als een lopend vuurtje door de stad gaat. Mensen hier goed uitleggen dat ze dit goed moeten lezen en goed moeten opletten of ze meisjes zien. Ja, oké. Okay. Ja? Ja. Ook de hoogte van de beloning, 100.000 gulden, spreekt zichtbaar aan. Als Romy of Marion hier zouden zijn, dan kan dat nooit lang verborgen blijven. Maar we zitten nog steeds in de provinciehoofdstad Tunceli. En ons uiteindelijke reisdoel is natuurlijk het bergdorpje Maskirt. De plek waar Okan werd geboren en waar hij nu begraven ligt. De straat loopt geloof ik uit hier. Wat ik nodig heb. Weet men misschien daar iets over het lot van Marion en Romy? Maskirt ligt 30 kilometer buiten Tunceli, nog steeds midden in de gemilitariseerde zone. We
Hoe zal men ons daar ontvangen? En belangrijker nog, zullen wij er überhaupt worden doorgelaten en ons werk kunnen doen? In 1973 werd geboren en waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. Tot zijn vader in een ravijn reed en overleed. Okan en zijn moeder werden toevertrouwd aan een oom die al in Nederland woonde. Zo kwam Okan met zijn broers en zusje rond 1990 in ons land terecht. In de periode dat Marion en Romy spoorloos verdwenen, kreeg Okan te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Er zijn mensen die denken dat deze onheilstijding en de verdwijning een rechtstreeks verband met elkaar hebben. In hun theorie zou Okan erop hebben gestaan dat zijn dochter, zijn enig nageslacht, hier in Turkije zou opgroeien. In de buurt van zijn geboorteplaats, hier achter mij, het dorpje Maskeert. En ook in de buurt van de plaats waar hij per se begraven wilde worden. En als dat scenario klopt, dan moeten er mensen zijn hier in Maskeert die daar meer van af weten. Dat gaan we maar eens informeren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij de ingang van het dorp is daar weer een militaire controlepost. Men hoort ons verhaal aandachtig aan en de soldaten willen weer alles weten. Hier blijkt een dorpje van iets meer dan 3000 zielen te zijn, ingeklemd tussen de bergen. Het ene deel van het dorp lijkt een beetje op een kazerne. Dit staat in schril contrast met het andere deel van het dorp. Hier waant men zich in een ontwikkelingsland. Ons bezoek brengt het dorp in rep en roer en we krijgen uitgebreid de gelegenheid om mensen te spreken en scherp op kinderen te letten. Maar er zit op het eerste gezicht niemand tussen die de trekken van Romy vertoont. Vraag me even aan hem. Aan hem. Hi. Hallo. Hallo. Nee, het is geen van beiden. Nee? Nee. Bu bebeği hiç gördünüz mü? Nee. Dan wacht ons een verrassing. Hij heeft haar gezien, zegt hij. Wat zeggen ze nu? Er is nu een discussie van of zij wel of niet de dochter is van Jimmy Oktay, die man die hier woont. En de mensen hier zeggen van nee, dat is zij niet, je vergis je. En hij zegt van dat lijkt haar wel. Nou, dat bedoel ik dan. Maar helaas, deze man blijkt een fantast te zijn. Nou, Corrie, dit is wel verwarrend, hè? Ja, zeker weten. Ja. Dan weer wel gezien, dan weer niet gezien. Nou. Dan weer 4 jaar, dan weer 16 jaar. Wat denk je zelf? Ik weet er geen ent aan, eigenlijk. Spreekt die man de waarheid? Of is hij in de war met een ander meisje? Of, eerst zegt hij een klein meisje en nou is opeens is hij 16. Dat klopt gewoon niet, eigenlijk. Raar, hè? Ik vind het heel raar, ja. Dan stuiten we op familie van Okan. Jongens, hier is een neefje van Okan nog. Sneeuw dus. Hij is een neefje van Okan Oktay. Hmm. En zijn naam is Oğuz. Ja, en heeft hij dit meisje wel eens gezien? Ze hebben wel de foto thuis, maar heeft haar nooit gezien. En wat is er met haar gebeurd? Wat weet hij daarvan? Hoe ben je nu de jongste? Hoe ben ik naar de? Kaybolmuş. Hij zegt dat ze vermist is. Ja. En hoe komt dat? Neden kayboldu? Peki nasıl, nerede olabilir? İlk başta olan dağdaydı, orada kayboldu. Hij zegt dat ze eerst in Nederland was en daar kwijt geraakt is. Het neefje van Okan weet verder niets en gaat ons voor naar het appartement van zijn moeder. De schoenen uit doen. Hier woont de tante van Okan. We vragen de vrouw direct wat zij kan vertellen over Marion en Romy.
Zij zegt, hoe kan ik daar informatie over geven? Want ik ken haar niet, ik heb haar nooit gezien. Ik heb alleen haar foto's gezien. Haar schoonzus heeft de foto's aan haar getoond. En zij heeft die foto's ook hier. Mag ik ze zien? Voortreffelijk, dat ik jullie... Hoe kan ik dat proberen? Ah, zoek dat wel. Dit is de foto van Okan. Gek, hè? Ken je deze foto? Was zij gesteld op Okan? Zij had continu contact met hem omdat hij haar belde en telefonisch met haar sprak. En heeft zij toen wel eens aan hem gevraagd van wat is er met je dochter en je vrouw gebeurd? Zij wist niet dat hij getrouwd was. Op een gegeven moment toen hij al ziek was, heeft hij gebeld en gezegd van mijn kind is zoek. Toen heeft zij gevraagd van, oh, heb jij dan een kind? Ik wist niet dat je getrouwd was. En toen heeft hij gezegd van, ja, mijn vrouw en mijn kind zijn allebei zoek. En gaf hij daar nog een uitleg voor, wat hij dacht dat er gebeurd was, of wat hij daarvan wist? Ook hij wist het niet en was bijzonder nieuwsgierig naar waar het kind en de moeder konden zijn. En zegt dat dat ook de ziekte steeds verder verergerd heeft. Heb zij enig idee waar Romy en Marion zou kunnen zijn? Ze heeft het idee dat Marion met de dochter zich schuilhoudt ergens in het buitenland. Mm. Nou, dat is onmogelijk. Dat zou echt niet kunnen. Het is al laat. En ook ons tante wil ons morgen naar zijn graf brengen. Woensdag, onze laatste dag. Dit wordt voor Corrie een heel belangrijke dag. Ze gaat de beladen plek bezoeken waar Okan ligt. De plek waar voorlopig nog bijna tastbaar het geheim is begraven. Onderweg naar het graf passeren we het geboortehuis van Okan. Hier woont zijn oma. De stokoude vrouw wacht ons op. Ze zegt, als mijn kleindochter en mijn schoondochter hier zouden zijn, dan zou ik ze gewoon in mijn hart sluiten. Ze zijn hier niet. Ben ciğerlerime kordum ciğerim. O kadın değildi benim de. Mijn kleinzoon is juist ook. De vrouw denkt dat Okan ziek werd en stierf uit verdriet om het verlies van Marion en Romy. Ik verbijsterd eigenlijk. Tegelijkertijd denk ik... Wat heb je met Marion gedaan, hè, Romy? Waar heb je ze gelaten? En waarom heb je het niet gezegd? Ja, want aan het begin van onze reportage, toen zei ik je... dat het geheim hier waarschijnlijk begraven ligt, hè? En dat is ook zo. Ik heb niet de indruk gekregen dat de familie echt weet waar Romy is. Jij wel? Nee, die indruk heb ik ook niet. Moet hij toch tegen anderen gezegd hebben? Dat kan hij toch nooit alleen zo in zijn graf meegenomen hebben? Dat kan toch niet? Maar het ziet ernaar uit dat zijn familie eerlijk is. Dat ze het ook niet weten. En het wel willen weten ook. Ja.
Dat willen ze zeker ook weten. Ik denk ook niet dat ze het weten, nee. En voorlopig is het dus zo dat het geheim hier dus inderdaad letterlijk begraven ligt. Zijn moeder weet dat hij hier zo ligt. Ik weet niet waar Marion is en ook niet. Ik heb niet eens een plek om naartoe te gaan. Voel je nou fel woede nu je hier staat? Hij heeft je dochter afschuwelijk mishandeld. Je kleindochter in feite ook. Ja. Hij heeft je altijd in onzekerheid gelaten. Ja, ik voel me... Ja. Toch wel, ja, kwaad. En op de momenten dat hij wat had moeten zeggen, de laatste momenten, heeft hij het niet gedaan. Niet gedaan, nee. Nee, het is onmenselijk wat hij heeft gedaan. Het is werkelijk onmenselijk. En waarom? Waarom heeft hij dit zo gedaan? Ik snap er helemaal niks van. Maar het is niet eerlijk. Zeker niet. En wat nu? Ja, wat nu? We hadden hoop dat we hier wat zouden vinden. Een spoor. Ja. Teken van leven misschien wel. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee. Nee. Maar ik ga toch door met zoeken, hoor. Echt wel. Er moet antwoord komen. Ik moet wel antwoord hebben, ja. Er moet iemand zijn die het weet. De raadsels, die zijn gebleven. Helaas. We hebben duizenden kilometers gereisd, ontelbare mensen gesproken, ze gevraagd en soms zelfs gesmeekt te vertellen wat ze wisten. Maar ze wisten het niet. Zelfs de familie van Okan niet. Althans, dat is mijn overtuiging, hier naar die lange reis. Het geheim van Marion en Romy ligt hier inderdaad, zoals ik aan het begin van onze reportage al zei, op deze begraafplaats. De raadsels, die zijn gebleven. Maar ik voeg eraan toe, voorlopig. Want de moeder van Marion, die zei, ik zet de speurtocht voort. En wij doen dat ook. Uiteraard. Dit was onze speciale uitzending uit Turkije. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week.